In Amsterdam kun je nog op veel plekken terecht voor onvervalst vinyl. Even een plaatje draaien. Ik beweeg het armpje naar de plaat. Hij staat ingesteld op 33 toeren. De plaat begint te draaien. Ik laat de naald zakken op het vinyl. En na wat gekraak begint het eerste nummer. Let's go on a moonlight swim. Far away from the crowd. Voor de iPod, mp3-spelers en cd's was dit de manier om naar muziek te luisteren, de langspeelplaat. En je had ook singeltjes met erop twee liedjes, één aan de voorkant en één op de achterkant. En 12 inches, de zogenaamde maxi-single. Begin jaren 90 verdwenen platen snel uit de winkel en werden ze vervangen voor cd's. Nooit meer kraken of tikken of overslaande platen. Maar inmiddels worden ook cd's vervangen doordat we de muziek opslaan op onze harde schijven. Scheelt een hoop ruimte en je hebt altijd je muziek bij je. Maar zoals je ziet, de ouderwetse platenwinkel is nog niet helemaal verdwenen. Ik denk dat we nu zo'n, ja, toch wel dik 30.000 platen hebben staan. De helft tweedehands en de andere helft nieuw. Er worden nog ontzettend veel nieuwe platen gemaakt. En de tweedehands platen, ja, die kopen we her en der in. En dat kan zijn hier om de hoek in Amsterdam. Mensen die langs de winkel lopen. Maar ik ben bijvoorbeeld ook ruim een jaar geleden met een busje in 2 dagen op en neer naar Nice gereden. Om 3500 fantastische tweedehands jazzplaten in te kopen. Dus het is nog steeds wel een levendige wereld. En ja, het aanbod, het is soms moeilijk en soms makkelijk. Ik denk dat we zo'n, nou zeg maar, 30 tot 40 klanten per dag hebben. Dus toch wel een paar honderd bezoekers per week. Helaas kopen ze niet allemaal platen. Er komen ook een hoop mensen binnen om even het sentiment en de sfeer van de LP op te snuiven. Ondanks alle digitale muziek is de nostalgie van de plaat nooit helemaal verloren gegaan. En ook al heeft bijna niemand meer een platenspeler thuis, er zijn nog wel veel mensen die ouderwetse platen in huis hebben. Ja, en als je die dan wilt digitaliseren, hoe doe je dat dan? Het kan natuurlijk zijn dat je platen hebt die niet digitaal verkrijgbaar zijn. Of je wilt gewoon het gekraak of het echte geluid van de LP horen. Maar ook die muziek op je iPod meenemen. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Met een USB-platenspeler. Dat is een pick-up met 2 aparte slots. 1 voor een USB-stick of voor een SD-kaart. Net als vroeger heeft hij 2 snelheden. 33 1/3 voor een LP of 45 toeren voor singeltjes. Je steekt de USB-stick in een slot. De plaat ligt al op de draaitafel. Je drukt 1 keer op rec en op het display zie je dat hij gaat opnemen op USB. Je legt de naald erboven, drukt nog 1 keer op rec, zodat je weet dat hij gaat starten en je laat de naald zakken. Kind kan de was doen. Als de track die je wilt opnemen is afgelopen, druk je op stop en klaar ben je. Op deze manier kun je dus makkelijk muziek opnemen op een USB-stick of SD-kaart. Die je dan weer kunt inladen op je computer en bijvoorbeeld opslaan op je iPod. Deze Lenco L71 USB-platenspeler heeft een directe MP3-encoding ingebouwd. Dat betekent dat je direct de muziek van de plaat naar een USB-stick of SD-kaart kunt overzetten. Maar je kunt ook MP3 en WMA-files direct vanaf een USB-stick of SD-kaart afspelen. In dat geval moet je de speler natuurlijk wel aansluiten op luidsprekers. De prijs van deze USB-platenspeler ligt rond de 100 euro. Ja, ik zeg wel eens gekscherend tegen mensen op cd's, er staat geluid op. Op platen staat muziek. En dat is voor mij het essentiële verschil. De muziek op plaat komt bij mij persoonlijk veel beter over. Ik vind het warmer, het doet meer met me. En omdat je een plaat, ja, het is ook geen achterloos product. Dus je moet er echt wat voor doen om eraan te komen. Je moet er wat voor doen om hem op te zetten. Je moet hem na 20 minuten weer omdraaien. Dus je bent er ook echt mee bezig. En je geeft jezelf en dus ook de artiesten de kans om muziek te laten werken. En dat is voor mij toch wel een heel belangrijk verschil ten opzichte van nu de snelle MP3. Zo snel je iets niet bevalt, is het hupskippen en wegwezen. Plaat is genieten.